Goedemorgen, het is 9 uur en ik heb al een glas lauwwarm water. Zometeen ga ik weer even twee appeltjes eten en ik zit te denken om de workout van vandaag over te slaan. Ik heb gewoon geen tijd. Ik moet echt andere dingen doen. Aan de andere kant maakt het me wel super saai om over te slaan, dus misschien doe ik het niet. Ik beslis zo wel als ik even heb gegeten. Mijn mama is vandaag jarig! Woep woep! Dus dat gaan we vanavond vieren. En vanmiddag zie ik Nadine mijn nichtjes weer. Wordt zo'n leuke dag. Ik kies er toch voor om nu wel te gaan werken. Ik hoop dat ik twee vlogs afkrijg. Dat is alweer dan een pak van mijn hart. En ja, ik ga morgen sowieso sporten. Misschien vandaag later nog of zo. Maar voor nu geeft het me gewoon iets te veel stress als ik weet hoeveel ik nog moet doen om dan te gaan sporten. En ik heb de afgelopen 4 dagen al gesport, dus weet je, we gaan het gewoon even zo doen. Ik volg wel even mijn standaard van ontbijt 1 met 2 appels. Ik heb me eventjes weer klaargemaakt. Dit is wat ik aan heb. Een zwarte little black dress met stipjes en doorzichtig gaas zeg maar over een zwart jurkje heen. Want dit is precies de reden waarom ik te laat kom. Ik maak altijd de gekste planningen. Nadine komt me zo meteen ophalen. De turntraining van de meisjes is klaar om 5:30. Om 5:30 moet ik hier in de stad zijn bij het concertgebouw. Dat kan nooit. Dus ik ga mijn mams laten weten dat we daar denk ik rond 6:00 zijn of zo. Maar ik moet dus gewoon meteen bam van turntraining door naar het concertgebouw. En bij allebei een fatsoenlijke outfit aan hebben. Dus ik heb maar gewoon gekozen voor dit zwarte jakje. Nu heb ik eventjes een laat ontbijt nummer 2 gemaakt, havermout met blauwe bessen. En dan gaan we zo meteen op pad. Gaan jullie mijn nichtjes voor het eerst zien? Nadine staat voor de deur. Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? De popjes. Zo spannend. Ga gewoon. Hey, wie zie ik daar? Wie zie ik daar? Mijn popje. Oh, wat rood op je hoofd. Hallo, wie is dat? Wie is dat? Wie is dat voor een knap meisje? Wat is dat voor een knap meisje? Wie? Wacht, ik ga naar de andere kant. Kijk wie daar is. Hey. Je blinkt nog zo even met aan. Ja, zeker, zeker. Euro, wil je ook hoor zeggen? Hallo everybody! In één keer een ongeluk. No, dit is Euro. Dit is Euro, de man van Nadine. En dit zijn de twee mooie meisjes. Hallo. Oh, wauw. Daar heeft eentje skillers bij zich. Dit is Sherilyn, de jongste. En dit is Shalia. En die gaat nu turnen. Onze aankomend Olympisch kampioen. Shalia is super goed in turnen. Ze is echt ongelooflijk lenig. Kijk hier. Gewoon alsof het niks is. Alsof het niks is. Alsof het niks is. Ongelooflijk. Ons aankomend Olympisch wereldkampioen turnen. Staat hier voor je hoor. Woehoe, you go girl. Aangezien ik vanavond een heel belangrijk concert heb, krijg ik een kapsel van de beste kapster van Nederland. Ja toch? Ja toch? Ja. Je gaat de hele mooie vlecht voor me maken. Laat maar zien, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Wauw. Ja, dit verdient wel een coiffure award hoor. Zeker wel. Popje. Wij zullen heel even buiten gaan zitten om te chillen, toch? Ja, en een ijsje. Een ijsje? Ja, maak maar. Ja, gewoon meteen, hè? En zwemmen, toch? Ja. Ja, poppie. Nadine, hoe was het leven hier? Wat voor een droppie. Echt zo hard. Je dropt bombs op. I drop bombs on you. Ivana, stop dropping them bombs on me. Oh man. No. Nee. Hoe is het om een talent mom te zijn? Je moet de hoofd niet echt zien. Oké. I don't know, man. Een beetje licht. Ja. Niet te heavy. Toch? Maar we kunnen het wel over jou hebben, Ivana. Ja, gaan we het over mij hebben? Beste kijkers, laten we Ivana een paar vragen stellen. Oh man. Kijk, dit is Ivana. Ja. Vanaf een goede afstand. Ja, is het een goede hoek? Kijk, ik zie Kijk, het. Zie je het niet? Kijk zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat wil je vragen? Hoe was het de afgelopen periode in je eentje Fantabulous. In Azië? Fantabulous. Dat heb ik van iemand geleerd.
Oké. En ja, wat is er aan je veranderd door de reis die je hebt gemaakt? Ik heb geen problemen meer met openbare toiletten. Oké, in welke zin? In welke zin? Ja, zoals ik het zeg. Let's not make it too explicit. Shalia gaat even een fantabulous trucje laten zien. Damn girl. Slangenmens. Wauw. Ja, ga je de split doen? Oh ja, ja. Jij, ja. Oh, bijna. Wacht even. Dit is echt bijna, joh. Wauw. Nog meer, nog iets. Sherry is 5. Shalia is 7. En Sherry is bijna even goed als Shalia. Nog lang niet. Nou, ze zit bijna wel. Oh man. Wauw. Wauw. Voorzichtig, hè. Ongelooflijk. Sherry kan ook in de brug. We hebben hier een jarige. Hippie poera. Jee, gefeliciteerd mama. En aan de overkant zit pa. Ja. En we eten ook in het restaurant van het concertgebouw. Ik heb een peulvruchtensalade, gemarineerde cherrytomaatjes en nog een mozzarella tomaat. Hoe heet dat even? Ik weet het even niet. Zo'n Italiaanse salade. Het is niet normaal dat ik zo vaak binnen 1 week uit eten ga, hoor. Dit is puur toeval dat mijn moeder jarig is en dat ik gewoon even wat dingen miste. Maar aan de andere kant dacht ik, is het wel top om te laten zien wat ik eet wanneer ik uit eten ga en toch wel clean opties wil kiezen. Natuurlijk cheat ik een klein beetje hier en daar. Ik had bijvoorbeeld een hapje van een hamburger genomen gisteren en een paar patatjes of zo. Maar over het algemeen, wat je ziet, dat is echt wat ik eet wanneer ik uit eten ga. Ik heb nog 2 van die glaasjes gepakt van die salade en ik denk dat ik er zo meteen nog een paar ga halen. Het is een soort buffet dingetje waarbij je gewoon dingen kan pakken. Normaal zou ik liever niet voor de rest gaan. Maar ja, ik ben niet zo'n hele grote fan van de bouillabaisse, dus ja, ik skip die nu eventjes en ga voor de biryani, ondanks dat dat niet helemaal clean is. De witte rijst is namelijk bewerkt. Het concert was zo prachtig. Ik weet niet wat het is. Sinds 2 jaar heb ik echt een hele, hele, hele grote liefde voor klassieke muziek. Vroeger kon ik het niet uitstaan, word ik er helemaal kriegelig van. Maar ja, nu vind ik het zo zen en ik weet niet, het zijn heel erg gevoelens of zo wat je hoort. Heel, heel vreemd. Dit was met name vioolmuziek. Ik heb een grote voorkeur voor pianomuziek. Maar het geluid in het concertgebouw zegt, oh, amazing, het is echt prachtig. Het was mijn eerste keer in het concertgebouw. Ik zou het je zeker van harte aanraden om daar een keertje naartoe te gaan als je een beetje van klassieke muziek houdt. Het is nu 1 uur. Ik ga slapen. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je morgen. En morgen is de laatste dag voor de cruise. Dus pre-vakantiestress. Nou nee, we gaan gewoon chillen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wat? Cruise? Oh my god, ik moet erbij zijn. Klik dan hier om je te abonneren en mocht je zoiets hebben van, ja, reizen, wat heb je daarmee? Klik dan hier voor de vorige aflevering. Daarmee kom je ook bij de afspeellijst van alle travelvlogs en dan kan je ook zien hoe deze journey is begonnen. Dankjewel voor het kijken, welterusten. Tot morgen!